Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 29 september. Vergevingsgezindheid. De weg naar echte vrede en vreugde. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Lucas 6, vers 35. Maar heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Een paar jaar geleden vertelde een vriend van mij iets over een persoon die zaken met ons deed en veel geld verdiende vanwege die connectie met ons. Die vriend van mij was toevallig in hetzelfde restaurant waar die persoon was en zat vlakbij hun tafel en kon het gesprek woordelijk volgen, waarbij ze het over mij hadden. En ze spraken niet goed over mij. Eerst werd ik boos en wilde die persoon zeggen dat hij nooit meer zaken met ons zou doen. Maar die nacht zei de Heilige Geest tegen mij, je gaat niets van dat alles doen. Hij zei, nee, je gaat doen wat je onderwijst. Je gaat een cadeautje voor hem kopen en vertelt hem hoezeer je zijn werk waardeert die hij al die jaren voor jou heeft gedaan. Het was niet makkelijk, maar God gaf mij de genade om zijn leiding te gehoorzamen en een zegen te zijn voor deze man. Wat ik mij het meeste van die situatie kan herinneren, is dat op het moment dat ik actie ondernam om iets goeds voor hem te doen, ik er eigenlijk veel plezier in had gekregen. Wanneer we met compassie kunnen kijken naar mensen die ons gekwetst hebben, vindt er binnenin ons een feestje plaats, omdat God onze ziel met zijn vreugde vervult. Dus wie kun jij vandaag vergeven en iets aardigs voor doen? Breng vergeving in praktijk en volg het pad dat leidt naar echte vrede en vreugde. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik heb uw genade nodig om te gehoorzamen aan uw woord. Het goede te doen naar diegenen die mij gekwetst hebben. Ik weet dat wanneer ik hen vergeef en zegen, U mij zult belonen met vrede en vreugde in mijn ziel. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.